Hey mensen, Mark hier en welkom bij vandaag ook weer een nieuwe video. We gaan verdomd lekker. Als de video van gisteren, die doet het gewoon heel erg goed op dit moment. En die is nu eerst 24 uur online. En in de Wicked League. We gaan 17 om 1. Je ziet daar de stats van Eos en Pettis naar, ik geloof dat het 12 wedstrijden was. Uitstekend. Doet het echt uitstekend voor mij. Speelde Cam in de 4-1-2-1-2. Ik krijg veel vragen over hem. Ik denk dat hij ook rechtaanvallende mid kan spelen in een 4-2-3-1. Als een rechtsmid in een 4-4-2, ja. Ik zeg niet dat hij zoals Messi bij zal spreken zal spelen, maar hij doet het voor mij goed genoeg. Hey, vergeet gewoon niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, maar we gaan dus 17 om 1 in de Wicked League. En ik kan je vertellen, met aardig wat zekerheid, ik was niet heel goed meer. Ik was zeker niet heel goed. De cruciale fouten die ik zelf wel blijf maken, wat er meerdere zijn, waaronder zeer matig verdedigen, dom balverlies leiden op bepaalde plekken. En de voornaamste is heel slecht mijn games indelen. Ik had er 6 gedaan op vrijdag, die zag je in de video van vrijdag. Ik deed er 4 op zaterdag. En als je dus een beetje basic wiskunde kan doen, of in ieder geval basic rekenen, niet eens zozeer wiskunde. Dan kun je dus rekenen dat ik er 20 deed op zondag. Nou is dat niet eens zozeer een probleem in het kader van als je er type 10 overdag doet, slash in de middag, en 10 wat later op de avond, afhankelijk van het tempo waarin dat gaat, is dat niet het einde van de wereld. Alleen had ik niet heel veel rage quits. En dan kan het lastig worden, ja. Wat natuurlijk... Sorry, het gaat niet helemaal top. Maar wanneer jij 17-1 gaat, wat to be fair, dat is veel beter dan normaal gesproken. En toegegeven, het met meer geluk dan wijsheid. Maar wanneer dat zo is, dan krijg je niet heel veel race quits. Zeg maar, die eerste pot van deze aflevering, dus mijn 19e overall, zat het mee. Weet je, dan valt elke bal goed. Ja, dan score je net wat makkelijker. Ook deze game komen 2-0 voor. Er gaat eigenlijk alles naar wens. Maar ik merkte wel, zeker tegen de betere teams, dat ik wat dingen, relevante dingen moet aanpassen aan mijn team. Allereerst hetgene wat ik niet had, wat ik merkte dat een probleem werd, is ik had niet echt, voor de tweede keer, een plan B. Dus dat, zeg maar, de vorige keer dat ik Elite 2 haalde, had ik dat ook niet. En nu was het ook zo dat ik zoiets had van, oh, dit was misschien wel handig geweest. Want, kijk, ik zal het spoilen. Ik hou geen Elite 2. Maar wat ik wel had, is dat ik gewoon constant de 4-1-2-1-2 probeerde te spelen. Zeg maar, de narrow. Op zich heel goed. Weet je, we scoren veel, we creëren redelijk wat. Maar in games dat ik niet mee zat, speelden we ook gelijk niet goed. En dat is eigenlijk niet wat je wilt hebben natuurlijk. Want je ziet ook, ondanks dat we 5 goals gescoord hebben al, we krijgen ze ook echt veel te makkelijk tegen. En daartoe gegeven, ik speelde dit wat laat. Ook al voelde ik me niet moe, het zal invloed gehad hebben op mijn reactievermogen. Ik kon de bal niet meer houden. Echt, er zat helemaal niks meer in. We gaan 19 om 1 nu. Ik weet niet waar we het vandaan toveren. We komen tegen een zeer fraai team. Gewoon nagenoeg perfect. Natuurlijk kun je dingen aanpassen. Maar dat team is goed genoeg om Elite 3 en hoger mee te halen. We komen 1-0 voor. Niet moeders mooiste, maar weet je, dat is het ding. Op dit level moet je af en toe gewoon een beetje geluk hebben. De bal moet goed vallen. Iedereen die 30-0 haalt, of gewoon überhaupt zijn beste rank tot nu toe, zal beamen dat je moet een paar dingen hebben. Je moet goed spelen. Je moet een beetje geluk hebben qua gameplay. En de matchmaking moet soms meezitten. Ik bedoel, deze game ook. Ik zei het ook, want Luc FC. Ja, ik heb hem op PlayStation. Als elkaar PlayStation toegevoegd hebben als vrienden, dan kun je zien hoe andere vrienden het doen in FUT-champs. Dus ik ging 19-1 en hij DM'de mij van, yo, Pik, wat ben je aan het doen? 19-1. En hij zei, ja, Elite 1, bla bla bla. Ik zei, nee. Want ik stuurde hem daarna. Ik antwoordde pas na die 20ste win. Ik zei, ik ben mijn winst aan het stelen. Like, er gaat een punt komen dat dit fout gaat. En dat was aan alles te merken. We krijgen een heel makkelijke 1-0 tegen. We komen terug tot 1-1, maar dat is wel nagenoeg de aftrap daarna. Dus een beetje die goal betekent niet zo heel veel. Ik weet dat er dus mensen zullen zijn die claimen dat de aftrap niet echt een ding is. Maar geloof me als ik zeg, dat is wel zo. We proberen echter gewoon door te gaan. Kijk, mijn gedachte was op dit punt zoiets van, ik ga 20-1. Ik wist van mezelf 100%. Hier zit meer geluk bij dan wijsheid. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, het moet kunnen. Weet je, als we nu choken, dan is het erg ongelukkig. We verliezen zeer terecht die game. Zijn ding was play differently en dat deed hij ook. Er was geen trackback in de buurt. Hij speelde super nice. Gewoon echt zeer terecht verloren. Hij streamde ook, dat is een Italiaan. Super chille dude.
kan ik mee leven. We komen 1-0 voor, vrij vroeg. Kevin De Bruyne, 5e week voert, je weet hoe het gaat. Korte hoek, al dat soort dingen. Het is het standaard riedeltje van dit jaar. Eusebio hier dan door op Ayoze Perez. Hij komt uit met zijn keeper. Dan weet je dat er maar één ding echt te doen is. Toegeven, zijn keeper had hem eigenlijk wel moeten hebben. Maar we komen vrij tijdig 2-0 voor. De Ayoze Perez hier. Ik wacht even tot hij commit met zijn run. We geven hem op Eusebio, staan we 3-0 voor. Dan vervolgens komt hij in actie. Icone geeft de bal aan Moses Simon. Of Simon, hoe je dat dient te zeggen. Geeft hem aan Ben Yedder. Dan weet je hoe laat het is natuurlijk. Die draait om. Schiet hem in de andere hoek binnen voor 3-1. Dan past hij hem tegen Maya aan. Krijgt hij hem terug. Krijgt hij hem bij Kent. Geeft hem aan Dama Traoré. Dit is de meest FIFA 20 zin ooit. Paast hem tegen mij aan, krijgt hem terug naar Adama Traoré, naar Kent. De hele reuze meteen dat je denkt van, ugh, gadverdamme. We maken echt nog 4-2. Niks aan de hand zou je zeggen als hij niet het feit was dat hij nog een 4-3 maakte. Maar we winnen wel. Redelijk terecht, ik was ietsjes beter. Paan we 21-2. Komen we tegen dit team. Kleine spoiler, matchmaking was fucked. En dat bedoel ik niet negatief. Het is voor mij positief fucked. In de zin dat toen ik deze guy na de wedstrijd sprak, vertelde hij me dat dit zijn laatste pot was voor Goud 2 was. Dus betekent dat hij 16 om 13 ging. Wat eigenlijk ook bevestigt, wat veel mensen waarschijnlijk al wel wisten, is dat als jij rage quit, dan verandert het jouw vorm niet. Normaal gesproken, als jij een potje volledig uitspeelt en je verliest hem in voor champs, dan gaat je vorm met 1 omlaag. Dus hij bijvoorbeeld van 13 naar 12. Alleen deze guy is waarschijnlijk zo vaak gekwit dat hij gewoon nog steeds tegen mensen kwam die in goede doen waren. Ja, dan wordt het een erg vervelend verhaal. En dat is waarom ik nooit kwit in Wicked League. Ik kom tegen een zeer vrij team. Tegen een Poolse iemand, denk ik. Ik weet niet, of Tsjechisch. Nee, het is Tsjechisch, geloof ik. Het is Tsjechisch, denk ik. Maar hij komt 1-0 voor, zeer terecht. Die Philippe Andersson is hel op aarde om tegen te spelen. Ik zei het al eerder op Twitter en ik zeg het nu ook in de video. Niet heel aangenaam. We komen terug tot 1-1. Goeie teruglegbal of terugpegbal. Goeie cutback met Fred. Is het 1-1? Prima. Krijgen we hem bij Sané. Hebben jullie wat geluk? We luren hem erin. 2-1 voor. En dan gaat het fout. Hij krijgt hem bij Lewandowski. Hij geeft hem aan Mahrez. Die schiet hem binnen voor 2-2. En op dit punt had ik zoiets van, oei, dit is zwaar, weet je wel. Dan komt hij met zijn fake Rabona's en shit. Schiet hij hem binnen voor 3-2. Ja, op dit punt had ik het al opgegeven, weet je wel. Ik had zoiets van, ik weet niet waarom hij deze aanval nog krijgt. Maar ik had zoiets van, we spammen wel buiten spel. Wel en we doen niks. Maar we blijven op 22 winst hangen. Niet echt wat je wil zien. Vols komen tegen leenspeler FC. Ja, ik weet dat ze niet allemaal leenspelers zijn. Maar 3 extreem goede leenspelers vind ik toch wel een beetje hinderlijk. Het is raar. Leenspelers, ze zitten in de game. Dus je mag het gebruiken. Maar ik heb zoiets van, als leenspelers een ding mogen zijn in FUTCHAMS, dan zouden trainingskaarten dat ook moeten mogen zijn. Ik vind het niet. Ik weet het niet. Het is lastig. Leenspelers zijn een goed concept voor dingen zoals de Gold Cup, weet je wel. Dat je gewoon op je dode gemak dingen uit kunt proberen. En ik snap dat ik ook leenspelers kan hebben, maar ik heb zoiets van, ik vind ze een beetje raar. Dat gezegd hebben, we komen 3-0 achter. Ik was mijn hoofd volledig verloren op dit punt. Ik had zoiets van, fuck it. We verliezen er 2 op rij. Nu ga ik choken. En ik zag hem aankomen. Hij scoorde nog een eigen goal. Wat is een arrogante lul. Mag ik zeggen, denk ik toch. Gaan we 22-4. En ik had zoiets van, oh nee, alsjeblieft, niet, doe me niet aan. Ik heb er echt heel, heel weinig zin in. En want op dit punt was het gewoon, ik speelde alsof ik free wins aan het weggeven was. Ik had zoiets van, ik ben niks meer aan het doen. Ik speel niet goed meer, ik score niet meer, ik maak geen goede acties meer, ik heb 0,0 recht om te winnen. Volgens Eusebio in de kruising, op het meest onwaarschijnlijke moment, scoren we de 2-0 met Eusebio. Dan komt hij in actie met João Felix, waarvan ik altijd dacht die 5e weak foot had, met zijn 5e skills. Hij skint hem in de korte hoek voor 2-1. Dan geven we hem hier op De Bruyne. Nou, die kan eigenlijk niet rennen normaal gesproken, maar zijn Ramos was moe. We geven hem op Lamar, die schiet binnen voor 3-1. Toen ging ik hem shushen. Niet omdat het nodig was, maar vooral omdat ik zoiets had van, godzijdank in hemel op aarde. Er zat heel veel frustratie in die win, omdat ik gewoon echt zo kut aan het spelen was. Maar we gaan 23-4 en dat betekent dat we maar één ding kunnen doen. Free wins weggeven. Nou, ik speelde vrij laat, zoals in het begin van de video gezegd. Dus ik had al onze tweet al gezien dat hij wins weg had gegeven. En ik had zoiets van, hey, om het ook daadwerkelijk te bewijzen dat we dat gedaan hebben, dacht ik, oké, we laten het team zien. Mijn tegenstander leek niet echt door te hebben wat de bedoeling was in het begin. Gelukkig had hij het vrij snel door. We bewegen de keeper aan de kant, willen zorgen dat elk toeval voorkomen wordt. Het wordt 1-0 en dus lieven we. Wat ik vooral wil zeggen, terwijl dit een beetje de andere kant afspeelt en we aan het eind laten zien hoe hering goed sommige spelers uit het team deden, vooral Ayoze Perez. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Het feit dat jullie er nu nog zijn, het feit dat jullie er constant zijn, zei het niet alleen deze video, maar ook andere video's, dat is echt heel sick. Weet je, daar ben ik en elke andere YouTuber zal zelfs bij me heel dankbaar voor. Eindelijk kregen wij de aftrap, dus konden wij scoren.
Het is heel tof om te zien. Ik krijg geen berichtjes hierover, maar ik weet zeker dat ik waardeer rage quits, zeg maar. En free wins net zo goed, zeg maar. Ik heb ze ook wel eens gehad en ik waardeer het enorm. Dus ik weet zeker dat die mensen dat ook zo hadden. Isaac Paddis was uitstekend. 17 goals en 16 assists in 21 Weekend League wedstrijden. Op cam in de 4-2 en 2. Kan hem zeker aanraden om te lokken. Kost je amper moeite. Ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als het zo is, doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet had gedaan. En zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Joejoe!